Goedenavond allemaal. Gezellig dat jullie erbij zijn. Ik wacht nog heel even dat er meer mensen binnenkomen. Ik ga wel alvast uit mijn papierblokje waaruit ik een kaart ga maken. Dat is de JMA-NA-PP02 uit een oudere collectie van New Awakening. Ik dacht, nou, dat is ook nog leuk, lekker zomers. En ik vind de kleuren ook heel mooi. Welke lijn nou niet, maar ja, deze is ook nog leuk om te gebruiken. Even kijken. Nou, ik wilde met... ik zal even uitscheuren welke ik gebruikt heb. Misschien is het makkelijk. Deze heb ik bijvoorbeeld gebruikt. Ik heb mijn kaart nog niet in elkaar staan die ik ga maken. Dus ik kan geen voorbeeld laten zien. En deze. Maar ik heb alles al uitgestanst en gesneden. Dus deze twee, die ga ik uit deze... Ja, het is een achtergrond papierblok, hè. Daar ga ik mee aan de slag. Dus deze twee. Dus eventjes... ja, toch? Ja. Ik had ook zoiets van, nou, vind ik ook weer wel eens leuk om te gebruiken. Ja. Zijn er nog mensen naar de knotsgekke kaartenbeurs geweest in Den Bosch? Want het is vandaag begonnen, hè? Ik dacht, daar ben ik heel eventjes benieuwd naar. Want ik zag op Facebook al verschillende mensen die gegaan zijn. Of die, ja, natuurlijk, of nog gaan. Dat kan natuurlijk ook. Ik ga niet, maar ik dacht, nou, ik ben heel even nieuwsgierig. Of er al mensen geweest zijn. Of het druk was en veel stands stonden. Ja, mooi papier, hè, Ronnie. Of Karen, Ronnie, Karen. Nee, ga zaterdag. Ah, kijk. Monique, die gaat zaterdag er naartoe, lees ik. Goedenavond. Te vermoeiend. Ja, dit jaar niet. Nou, kan ik me voorstellen, van mij te ver weg. Ja, dat kan ik ook voorstellen. Toch maar niet gedaan. Nee. Ja, dat kan ook, hè, dat je te graag naartoe had gegaan. Ja. Nou, ik ga beginnen. Volgens mij loop ik zelf heel even vast. Ja, zo te zien wel. Eventjes opnieuw opstarten. Even mezelf weer opnieuw opzoeken. Je gaat toch me niet vertellen dat het alleen bij mij is, hè? Nee. Nee. Alleen bij mij is, dat bedoel ik, hè? Ik zeg het verkeerd. Dat het alleen bij mij is. Even bewegen, misschien helpt dat. Nee, hij gaat weer niet goed bij mij. Alweer niet. Nog een keer opnieuw proberen. Ik heb de wifi toch goed staan. Maar hij loopt niet goed. Even kijken. Ja, hier loopt hij wel goed. Even testen hoor, want hij loopt bij mijn iPad even een paar keer vast. Maar ik zie wel dat hij gewoon loopt. Gelukkig maar. Nou, leuk begin. Nou, we gaan aan de slag. Hier alles oké. Okay. Ja, ik begreep van mijn man ook dat het hier oké okay was. Dus we gaan gewoon lekker aan de slag. Ik heb een kaartmodelletje. Ik zal eventjes erbij pakken wat ik al voorbereid heb. Dus met dit papier ga ik dus aan de gang. En dat is, zoals ik al zei, de JMA NAPP02. De New Awakening van een... eerdere collectie. Die schuif ik heel even omhoog. Deze twee papiertjes, die heb ik daar uitgepakt. En daar ga ik mee aan het werk. Ik heb het al voorbereid. Ik heb het ook hier ook al opgeschreven. Ik ga dit nog in mijn eigen blogpost schrijven.
op mijn eigen blog. En dan doe ik het ook nog aan mijn YouTube film. Dus aan deze live voeg ik het toe. De foto's, want ik heb hier ook alvast foto's van gemaakt om het uit te werken. Die voeg ik ook aan mijn film toe. Maar die film aan mijn live toe. En die komt op mijn eigen YouTube kanaal te staan. En mocht je mijn YouTube kanaal willen vinden, dat is gewoon op YouTube Anita van Meerode. Mijn eigen naam gewoon. En dan zet ik deze foto's wel vooraan in het filmpje. Zodat jullie dat ook nog terug kunnen zien. Ik zie nog steeds reacties over de beurs. Leuk. Leuk om te lezen eventjes. Ja. Oké. Nou, ik heb dus een wit karton genomen. En ik heb het hier op de schaal op 1 op 2 gedaan. Dus ik heb hier zeg maar geen 30, maar 15 gedaan als het goed is. Ja, 15. Kijk, ik heb dus wit karton genomen. Die heb ik een strook van 30 bij 15 centimeter genomen. En in de helft heb ik hem gerild. Nou, die kan ik wel eventjes zo vouwen. Waar is mijn ril? Mijn vouwbeentje gebleven. Even zoeken. Ja, ik dus niet uitgepakt. Even zoeken. Ah ja, hier heb ik hem al. Ik heb alles in zo'n etuietje zitten. Dus eventjes een goede vouw. En de kaart die komt zo, gewoon zo voor je te liggen. Ja, de kaart komt gewoon zo. Dus zo wordt hem. Dus hier heb ik het allemaal eventjes opgeschreven. Zellig is een leuke beurs. Ja, dat is het zeker. Ja, ik stond er ook wel eens. En ik kwam er ook wel eens. Even kijken. En daarop heb ik weer een papier gesneden van 14,5 bij 14,5. En een papier van 14 bij 14. En dat is dus uit deze papierblok heb ik hem genomen. Ja. Dus dat is de eerste stap die we dan vast gaan zetten. Ik doe het gewoon eventjes allemaal mee lijm, maar dat is de eerste stap. Ja, je kan dus, zoals ik al zei, geen voorbeeldje laten zien, want dat heb ik nog niet. Oh ja, dus misschien het ook handig om te weten. Dit is van een oud merk, Brazil. Brazil kennen jullie dan nog? Maar het is nu natuurlijk van Florence heb je nu veel het papier. Dus als je het vergelijkbare wil, dan heb je de Lake van Florence. En dat is nummertje 62 is deze. Even kijken hoor, waar jullie schrijven. Niet te druk, ruime gang. Ja, dat is fijn. Ja, zo is het. Misschien het volgend jaar, wie weet. Even kijken, kijk. En dat past toch wel heel mooi erbij, hè, deze kleur. En bij dit papier, dat past ook wel heel mooi. Dus ik had dat er zo bij gezocht. Nou, die ga ik dus alvast opplakken. Een stickertje eventjes afhalen als het lukt. Even kijken, ben ik goed in beeld? Ja, die kleurenwaaier is handig, hè? Ja, ik vind dat ook, hoor. Want het is zo lastig om op een plaatje uit te zoeken van of je de goede kleur wel hebt, hè? Zo lastig op een foto. Dus ik dacht, nou, weet je wat? Ik doe die kleurenwaaier, die schaf ik gewoon aan. Is altijd makkelijk. Nou, die plakken we dus op. Even naar me toe halen nog. Misschien zit het niet helemaal gelijk, maar ik probeer het zoveel mogelijk mijn best te doen om dat wel te doen. Iets meer erop doen, denk ik. Dan kan ik het nog beter schuiven. Nou, ik ga eigenlijk best wel uit mijn comfortzone, want dit zijn jullie iets minder gewend van mij, dit soort creaties. Ik ben altijd meer van het kliederen, om het zo maar te zeggen. Maar ik dacht, laat ik eens een kaart maken. Vind ik toch ook wel eens leuk. En anders zijn het meestal van die, hoe noem je dat? Dus doebedoelen. Ja, die je dan uit kan tekenen. Maar ik dacht, laat ik eens
op deze manier aan het werk gaan. Nou, deze die komt daar weer op. Hè. Nou hoop ik dat ik in ieder geval niet de mist in ga. Alhoewel, ik heb wel eens, hoe heet dat? Dat albumpje. Die albumstans hè, van JMR. Die heb ik toch ook al eens helemaal gemaakt en in elkaar gezet. Dus moet kunnen. En voorheen deed ik ook wel eens mee aan challenge met allerlei, ja, hoe noem je dat? Patroontjes. Dit patroon die heb ik dus ergens gevonden bij iemand die het ook weer ergens vandaan had. Dus wie het ontworpen heeft, ik zou het niet weten. Dus ik kan ook niemand noemen en ik ga ook niemand noemen voordat ik iemand de neus stoot van ja, maar dat heb ik ontworpen, niet zij. Dus bij deze, het is niet van mezelf. Ik heb het van een blog, niet van Pinterest, maar van een blog. En die had het ook weer bij iemand anders. Dus, en misschien diegene ook weer wel. Dus ik laat het zo. Ik kan geen namen noemen en dat ga ik ook zeker niet doen. Ja, even kijken. Ik ga weer heel eventjes verder. Jullie zijn lekker aan het kletsen over de beurzen, zie ik. Prima. Even kijken. De volgende stap. Dus deze stap heb ik dus gedaan. Dan gaan we naar de volgende stap. En die heb ik hier ook alweer klaar liggen. Twee stappen. Ik heb ook genummerd. Dus ik dacht van, nou weet je, dat is misschien wel het makkelijkste voor mij. En dat is deze stap. Stap 2, daar horen deze twee bij. En dan moet ik zorgen dat ik hier aan de bovenkant open blijft. En die heb ik dus gesneden op 14,5. Kijken of ik het goed zeg. Ja, 14,5 bij 8,5 centimeter. En deze dus weer 0,5 centimeter kleiner. 14 bij 8 centimeter. Ah, het is wel leuk om te lezen. Ik zal straks eens allemaal teruglezen. Nou, ik ga eerst het designpapier erop matten. Ja, nou kon het weer hè, na 2 jaar. Eindelijk toch. Want ik geloof dat het zo lang niet geweest was, hè? Eens even kijken. Nou, die mat ik dus hierop. Jullie denken van, wat gaat dit nou worden? Snap ik, want ik heb geen voorbeeld. Eens even kijken. En dan moet aan de bovenkant moet het open blijven, want deze komt er zo hierop. Ben ik in beeld, ja. Maar ik wil er eerst nog een leuk sierhandje achter maken. En dat heb ik gedaan met deze stans, heb ik die uitgestanst. En dat komt uit de JMA-W-IS-CD202. En daar heb ik gewoon een stukje, ja, hoe zeg ik dat? Afgeknipt, hè? Kijk, die komt zo. Oh, wacht, die kan ik beter zo pakken. Zo. En dan heb ik een stukje zo afgeknipt. Dus dat komt uit die standset. En dan doe ik die hierachter plakken. Eens even kijken. Ja, ik had hem zo. Dan komt hij hierachter. Dus daar ga ik hem opplakken. Dan moet ik hem wel eventjes... Ik leg hem zo eventjes neer, zodat ik hem hier zo goed kan plakken. Ik hoop niet dat ik hem met mijn haren ervoor gaat zitten. Even kijken of het goed is. Ja, vrij aardig. Oh, een beetje lijm gemokkerd. Even kijken hoor. Ik had hem al best goed uitgedokterd. Nou, dan komt hij daar.
En dan ga ik voor de zekerheid maar mee scoretape doen. Ja, die borden zijn leuk, hè? Mooie sierhandjes. Nou, vind ik ook. Ik ga straks dus ook nog dit sierhandje gebruiken, zoals je ziet. Ja. Kijk, hier kun je ze pas... Oh ja, kijk, hier heb ik die andere ook al... Even kijken, hoor. Goed draaien. En die andere, die heb ik dan... Even kijken. Oh, daar horen jullie natuurlijk wel hard, hè, denk ik. Dat boemtje. Even kijken. Ik wilde jullie gewoon even wat laten zien. Deze is dan deze, zeg maar, hè. Maar die ga ik nu niet gebruiken, want die had ik laatst al gebruikt. Dus ik dacht, nou even wat afwisselen, weer eens wat anders gebruiken. Maar ze zijn inderdaad heel leuk. Ja. Ja, voor de slimline is dat... Hoe heet dat? Slimline is dat formaat, is dat heel handig ook, hè, voor de slimline kaarten. Maar goed, als je een stukje afknipt, kan je het hiervoor ook gebruiken. Nou, dat, dus dit wil ik eventjes scoretape erop doen. Een blokje erbij. Dus die gaan we eventjes vastplakken. En hier ook nog. En de bovenkant, die laten we open. Oh, daar pak ik hem niet goed eraf. Hier wel. Heeft u goed opletten dat ik heb het beeld wat kleiner gezet, meer ingezoomd. Dus ik moet heel eventjes wel goed opletten dat ik steeds goed in beeld ben. Oh, weet, ik doe heel eventjes wat lijm erop, zodat ik toch nog een heel klein beetje mee kan schuiven. Mocht het nodig zijn. Ik vind altijd een beetje eng met scoretape. Dus ik haal het heel even naar me toe, zodat ik het goed kan opplakken. Want ik ken mezelf. Anders ga ik het niet goed. Ik kom zo weer in beeld om mensen. Zo, kijk. Nou, zo zit je wel ongeveer. Kijk, en dan kan je hier nog iets achter steken, hè. En dat komt zo dadelijk, komt dat. Nou, dus dit... Dat is nummer 2. En dan gaan we nog nummer 3 doen. En dan hebben we weer hetzelfde. Dat het 14,5 is. Maar dan bij 4 centimeter. Kijk, 14 bij 3. 4 centimeter. En dan weer een halve centimeter eraf. Voor een papiertje erop. Oh, deze had ik trouwens ook nog, hè. Heb ik die hier ook uitgehaald? Oh ja, die heb ik hier ook uitgehaald. Alleen dan had ik... Kijk. Dat was mijn laatste hele vel. Ja, dat klopt. Dus die heb ik ook uit deze stansblok gehaald. Komt allemaal uit hetzelfde. Die hebben we niet nodig. Dus nou gaan we deze weer bij elkaar opplakken. Ook dit heb ik weer uitgewerkt. En ook weer een foto van gemaakt. Dus alles komt gewoon op mijn... Ja, YouTube kanaal met foto's erbij. Nou, die plakken we hier ook op. Ik heb dit keer niet gekozen om alle randen te gaan bewerken met of met een, hoe heet het, distress inkt of met witte gesso of met een distress. Ik dacht, laat ik dat nou eens niet doen en gewoon eens neutraal aan. Ik ben altijd zo van de randjes te bewerken. Maar dit keer doe ik het niet, omdat het op zich al een best bewerkelijk kaartje gaat worden. Dus ik dacht, laat ik het rustig houden en niet bewerken. Even kijken hoor, ik ben zo aan het in me op aan het gaan dat ik vergeet. Even
te kijken wat jullie allemaal zeggen. Heb het papier ook nog liggen. Je gaat me over stag laten gaan. Je mag mijn man aankopen volgende week. Ja, zo is het. Zo, en dan doe ik dit handje, doe ik hier weer in het midden. En dat is dus wat ik net zei, hè? Ook van die rand. Even kijken, dan plakken we ongeveer in het midden. Daar ben ik ook niet zo heel erg, ja, niet altijd even nauwkeurig in. Of je moet gewoon heel even uitmeten als je het echt precies in het midden wil hebben natuurlijk. Maar ik doe het ongeveer. Nu doe ik het ongeveer. Eens even kijken nog. Als ik hem zo dwars hou, dan zie ik het wat beter. Nou, het gaat al even om het idee. Nou, die plakken we hier ook weer op. Die komt dan weer hier te zitten. Die kun je natuurlijk ook weer met die scotchtape doen wat je wil. Of je kunt gewoon zo met lijm doen, wat je zelf het handigste vindt, hè? Die wil ik nog even in beeld laten liggen. En die plakken we weer hierop. Even naar me toe halen, want anders ga ik echt te veel scheef zitten. En dan kun je ook weer eventueel uitmeten of je doet het gewoon net als ik. Kan ook. Dus nu hebben we het al, als zonbasis hebben we het u al. En dit kan ik nog versieren met steentjes, dat ga ik zo dadelijk doen. Even kijken of het ook werkt, ook goed. Hè? Ja, ik vind het ook hoor. We doen het gewoon. Even kijken. Nou, dus dit. Dat zijn deze stappen. En dan gaan we nog naar stap 4. En daar heb ik ook weer een papiertje van gemaakt. En ik heb dit. Ja, hier had ik een foutje gemaakt. Dan moet je maar hier even niet op letten. Dus ik kan het ook met deze voorbeeld doen. Die is dus 18 centimeter bij 9,5. Als het goed. Oh nee, bij 10. 18 centimeter bij 10. En dan ril je in het midden op 9 centimeter. En dan krijg je zoiets. Nou kun je ervoor kiezen om dus net als dit een extra blauw op te maken. En een designpapiertje, dus net als de kaart. Maar je kan er ook voor kiezen om dus alleen dit te doen met een designpapiertje. Nou, ik heb voor dit laatste gekozen. Dus dan doe je weer een halve centimeter eraf snijden. Maar als je dus op deze manier wil werken met drie laagjes, dan is het dus nog een keer een halve centimeter afsnijden van het designpapier en van dit dan, hè. Dus dan doe je zeg maar een extra stap erbij, dat je het dus op 8 en op 9 nog een keer doet. Maar ik heb ervoor gekozen om alleen deze twee te nemen. En die ga ik ook weer op elkaar plakken. Ook weer van lijm voorzien. Zo. Ja, nou dat vond ik dus ook. Dus ik dacht, drie laagjes lijkt me ook wat te dik. Dus ik heb ervoor gekozen om dat toch maar gewoon in twee laagjes te doen. Want dat idee, ja, dat had ik ook van het wordt te dik. Dus vandaar dat ik inderdaad ook twee laagjes heb gedaan. En ik heb er ook voor gekozen om dat in hetzelfde papier te doen. Ja, je kunt er dus ook voor kiezen in een ander papier te doen. Maar ik heb hier al ander papier. Dus ik dacht van nou weet je wat. Drie soorten papiertjes vind ik genoeg. Om het een beetje rustig te houden. Nou en dit papiertje. Dat komt dus hier tussen. En zo heb je dus een basis voor de kaart al klaar. En dan kan het ja, op sieren beginnen. Het opleuken zeg maar. Kijk dan heb je zo een kaart. En dan kan je dit er zo uithalen.
Dus dit was in ieder geval de basis. En dan gaan we nu weer verder met het leuk maken. Want er moet natuurlijk van alles opkomen. Kijk. En dan heb je dus al die stapjes gedaan. Ja, en plas mooi, hè? Ik vind het ook hele mooie warme kleurtjes. Nou, wat had ik nou bedacht? Ik heb deze heb ik uitgestanst. En die leent zich best wel goed voor om dat hier op het, in het midden te plakken, toch? Ik vind dat wel leuk. En deze standset is de JMA-W-CD200. En die heb ik dus weer in dezelfde kleur blauw heb ik die uitgestanst. Nou, die leg ik dan ook weer even opzij. Ik heb dus deze genomen, maar er zitten ook nog wat kleintjes tussen. Nou, die ga ik opplakken. Ik heb dit dus niet met, Easy Tape gedaan. Want dan blijven ze allemaal van die kleine plakdingetjes in je stand zitten. En dat vond ik niet handig. Dus ik heb het gewoon, dat heb ik één keer gedaan. Ik vond dat zo niet handig. Dus ik doe dat gewoon met wat dotjes lijm vastzetten. Gewoon her en der wat lijm en dan een beetje uitvegen. Helemaal goed vast, dat is ook niet erg. Dat mag best met deze leuke stans. Mandala is het, hè? Een mini mandala. Even kijken. Ja, daar komen foto's van. Van de beschrijving. En ik doe het op mijn blog. Werk ik het nog uit. De foto's heb ik eigenlijk al gemaakt. Die heb ik al gemaakt dus. En ik omschrijf het ook nog op mijn blog. De maten. Die omschrijf ik ook nog. Zo. En dan hier nog een beetje. En dan een beetje uitpoetsen. En dan hoop ik dat hij genoeg lijm heeft. En dan schuif ik het weer heel eventjes naar me toe om mensen. Want ik doe dat weer uit mijn losse pols. Zo. Kijk. Ik begin dus met het kaartje. Om daar iets leuks op te bouwen. Nou heb ik dus plakhandjes. Eventjes een doekje pakken hoor. Zo. Zo. Oh ja, een sponsje gebruiken. Ja, dat is misschien toch een goed idee. Nou, die heb ik nou niet bij de hand. Dus we doen het gewoon eventjes met een doekje. Met een, op deze manier. Kijk. En dan gaan we het nog meer opmaken. Maar ik zal het heel eventjes al laten zien. Hoe dat er weer uit gaat zien. Nou, is toch super leuk. Maar er komt nog meer op. Even kijken. Je kunt er. En nou wil ik eerst. Wilde ik. Ik moet even nadenken nog. Oh ja, dat was mijn idee. Je kunt er natuurlijk. Als je sneller. Of ja, was snel. Of niet snel. Maakt ook niet uit. Kun je zeg maar. Ik ga het gewoon eventjes laten zien hoor. Kun je zeg maar een sisal bijpakken. Ik zal heel eventjes een klein dotje doen. Nou zeg, ah hier heb ik een dotje. Sisal kun je erbij nemen. Ik heb zo'n hele grote verpakking ooit eens gekocht. Dan kun je zeg maar hier erop doen. En dan kun je in het midden, nou ja, had ik wel iets meer moeten doen of gewoon een beetje verspreiden. Kun je in het midden een bloem doen? Zou kunnen, hè? Dat zou zo maar eens kunnen. Dan komt het er dan zo uit te zien. Dat zou kunnen, maar ik ga nu iets anders doen. Maar ik dacht, ik laat jullie de ideeën zien, toch? En jezelf bloemen maken. En dat wilde dus ik nu ook doen. Zelf bloemen maken. Even kijken. Deze wilde ik heel even terug doen. Heel even.
Maar ik dacht, ik laat jullie de mogelijkheden even zien. Want er zijn misschien toch mensen bij die zelf bloemen maken niet zo leuk vinden. Of niet zo makkelijk vinden. Of wat dan ook. Kan, hè? Nou, in ieder geval, die moet daar. Ik wilde deze ook nog in het midden doen. En dan precies op het gaatje. Even zo. Die wilde ik daar nog eventjes op plakken. Je komt uit jezelfde stand zetten, hè? Die slimline border stand zet. En dan wil ik precies op het gaatje plakken. Dus ik schuif het heel af en toe naar mij toe. Want anders denk ik allemaal met mijn haar bijvoorbeeld. En dat vind ik dan nou niet zo charmant. Vandaar. Ja. Ja, de fijne avond ook nog, Tamara. Terugkijken kan altijd natuurlijk, hè. Nou, zo. En dan kun je zelf bloemen maken. Met deze stans. Ik heb daar de bloemetjes al uitgestanst. Even kijken. En dan heb je die maat. Dit is een dubbele. En even kijken. Kijk. Die heb ik ook allemaal uitgestanst al. Want dan zit ik heel de tijd te stansen. Dat is nou toch ook niet de bedoeling, vind ik. Kan wel, maar we kunnen altijd wel iets vergeten zijn natuurlijk. Hè? Maar deze vier, ik ga dan even niet uit. Want ik heb mijn nagel er ook al zeer aan gedaan om zo eruit te pakken. Deze, die en die. En die daar heb ik dus uitgestanst. En daar heb ik bloemetjes van gemaakt. En dat zijn deze bloemetjes. Die heb ik er al van gemaakt. En deze heb ik uit designpapier gemaakt. Uit deze, wel te verstaan. Die heb ik al voorbewerkt, dus voorgemaakt. Ik wil er nog eentje laten zien hoe ik ze maak. Dat is misschien wel handig om te laten zien. Nou ben ik niet zo'n ster in bloemen maken. Dat zeg ik er ook gelijk maar bij. Dit is trouwens de JMA ESCD205. Dus even kijken. Even naar jullie reacties kijken hoor. Ja, dus die ga ik maken. Oh. En dan heb ik dus een modelleermatje voor nodig. En de bolpennen. Ja, schattige bloemetjes hè. Zeker waar. Kijk, dan wou ik die zo in het midden doen. En hier doe ik wel een heel klein beetje sisal onder trouwens. Dus ik ga eerst de randen wat bewerken. Dat doe ik met de Distress Inkt. Ja, wat voor naam is dat? Een Schertut Mariner. Ik ben niet zo goed in het uitspreken van die moeilijke woorden hoor mensen. En ik heb daar de blending tools voor gepakt van Studio Light. En dan gaan we heel eerst eventjes de randjes wat bewerken. Een beetje op kleur brengen, maar een heel klein beetje hoeft eraan. En deze. Even kijken. Die maat. Even kijken. Deze maat ook nog. Een beetje uit beeld leggen. Afleiding. Deze. Dan heb ik vier van deze dingetjes. Deze heb ik waarschijnlijk niet nodig. Maar ik doe voor de zekerheid maar een extra setje uitstansen. Je weet maar nooit. En ik heb ook de bolpennetjes van Joy. En dan pak ik de kleinste. Want ja, het is toch maar een kleine bloemetje ook, hè. Even kijken. En dan kun je het op verschillende manieren doen. Zoals ik al zeg, ik ben daar niet zo'n heel erg een ster in om te doen. En ze zijn ook vrij klein om te bewerken.
Kijk, want dan gaan ze weer de andere kant op bollen. Dus ja, dat is maar net wat je zelf ook leuk vindt, hè. Dan doen we zo. Oh. En soms doe ik ook wel eens deze randjes wat naar onderen toe vouwen. Dat kan ook zo leuk zijn. En dan gaan we ze in elkaar zetten. Dan heb ik ze wat gebold al. Matje wat opzij. Ja, moeilijke namen van Distress Inkt. Vind ik ook. Even kijken. Hier een klein dotje lijm op. En dan doe ik de blaadjes dus niet gelijk met die andere, maar zo ongelijk erop, hè. En even kijken, waar is mijn prikpennetje gebleven? Even zoeken nog, want ik heb zo'n etuietje en er zit van alles in. Zo, ook mijn prikpennetje. En dan kan ik altijd wat mee schuiven als het nog lukt. Ja, het lukt nog. Een beetje aanduwen. Je kunt het ook natuurlijk hier ook nog eventjes aan mee aanduwen. De volgende erin. Een dotje lijm. Je kunt het ook met een pincet vasthouden. Dat kan ook nog. Waar je zelf het makkelijkste vindt, hè. Oh, hij is nu gelijk met de andere, of niet? Ja, zo een beetje draaien. Kijk, zo wordt het al, hè. En de middelste er nog in. En dan hebben we een bloemetje gemaakt. Oh. Zo. En in het midden kan je nog ervoor kiezen om daar een leuk steentje in te doen of andere dingetjes. Nou, in dit geval doe ik dus plakpareltjes erin. Van de JMA ook. En die, ik heb hier erbij gepakt de JMA ES Pearl 02 en de 01 en de 03. Allerlei leuke kleurtjes. Je hebt er nog eentje. De 04, dat is met bruin en okerachtige geelige kleurtjes. Die zijn er allemaal. Even kijken. En ik pak voor deze pak ik de kleur. Nou, maakt niet uit. Laat ik deze eens doen. Die heb ik nog zo weinig gebruikt. Wat je ook kan doen, wat ik vaak doe, is nog extra dotje lijm hier in het midden. Nou heeft het eigenlijk misschien niet zoveel zin, omdat er anders een plaklaagje in zit, hè. Als die plaklaagjes eraf gaan, dan kun je er altijd zeker een dotje lijm in doen. Dus even kijken, pak het kleinste maatje. Steen pak ik, nee, niet de kleinste, de één na kleinste. Deze pak ik. Zo, en die doe je dan in het midden. Dus op die manier kan je bloemetjes maken. En er zijn natuurlijk ook andere manieren. En dan eventjes, je kan natuurlijk dit ook eventjes wat omhoog zetten, hè. Die zijn dan wat goed gedroogd, dus dan kan je dan nog meer, ja, op naar omhoog brengen wat je wil. Nou, dus hier wilde ik nog een heel klein beetje, dan had ik toch een klein stukje al geknipt, hè. Waar heb ik dan nou toch gelaten? Nou ja, dan doen we maar opnieuw. Of heb ik dan nou naar boven toe geschoven? Nee, niemand de deur uit. Nou, volgens mij heb ik het teruggestopt hierin. Nee, volgens mij niet. Nou, ik pak eventjes een heel klein stukje opnieuw sisal. Kijk, die heb ik nu dus. Ja. Ja, een lijm, hè. Bijvoorbeeld wat. Ja, even kijken. Dus daar doe ik dus een... zet ik hier weer op vast. Hops, een dotje lijm erop. En dan hier ook weer een dotje lijm erop. En
een beetje aanduwen. Heel eventjes vasthouden, zodat het iets droger is. Ja. Nou, dan moet je van mij altijd naar de kapper. Een beetje bijknippen. Een beetje model knippen, zouden ze zeggen. Ja, toch? Even kijken. Zo. Nou, zo ongeveer. Ik kijk straks nog wel even of ik tevreden ben. En dan heb ik ook nog leuke papiertjes voor daarachter te steken. Maar daar wilde ik eigenlijk hierachter. Of zal ik hem dan hier? Dan is het weer te groot, hè? Had ik dat hierachter moeten schuiven nou. Eens kijken of die los kan. En anders doen we het anders, hè. Nee. Nou, dan knippen we toch gewoon een stukje af. Zo, ja. Zo wil ik het hebben. Nou, die had ik dus al eerder eronder willen hebben. Dat geeft niet. Dan lossen we het gewoon een beetje op, zo. En die daar ook nog. Die komen trouwens uit de die-cut blok. Maar je kunt ze ook uit de knipvel nemen. En die knipvel, bijvoorbeeld hier kun je leuke plaatjes uitknippen. De JMA NA Scrap 40. Die hebben ook nog heel veel leuke plaatjes. De die-cut blok heb ik er niet bij de hand liggen. Want ik heb hieruit wat vlindertjes geknipt. Dus vandaar dat ik die dus ook bij heb liggen. Oh, dat was wel heel close dat ik in beeld liet zien, geloof ik, hè? Wat kost knippen bij jou? Oh, ik heb ook nog zoveel knipwerk te liggen. Oh, je moest eens weten. Ja, ik snap hem. Ja. Nou, mijn duim doet zeer, Ria, dus dat gaat niet lukken. We dollen er maar mee, toch? Ja. Even kijken. Dus die vlindertjes, die heb ik daaruit geknipt. Die vond ik er wel heel schattig bij opstaan. Dus die moeten er ook op dan, hè? Vlindertjes erop. Daar een vlindertje. En daar een vlindertje. Ja, dat weet ik, Ria, dat dan een grapje is. Tuurlijk. Nou, die takjes, die zijn natuurlijk ook erg leuk, hè. Die in die set zitten, hè. In deze set, hè. Die gaan we dus ook nog gebruiken. Even bekijken. Volgens mij is mijn bloemetje wel verschoven. Even naar mij toe halen, mensen. Nou ben ik weer... Juist, zie. Mijn bloemetje was wel verschoven. En dat mag niet. Daar ben ik het niet mee eens. Zo. Nog een beetje kapperwerk. Zo. En dan wilde ik dus de takjes... Daar doen. En daar doen. En hier weer de bloemetjes op gaan plakken. Maar dan moeten wel de steeltjes wat eraf. Anders komen de steeltjes te veel op. En die wil ik daar dan plakken. Ah, Sabina, kom je ook nog eventjes lekker gezellig kijken. Ja, dat kan, hè. Dat visite is. Goedenavond. Even kijken. Nou, die wil ik dus hier nog plakken. Ik ga hem niet helemaal vastlijmen, dat takje. Het mag best wel wat speels wat los zitten. Dat vind ik altijd leuk. En dan gaan we het andere takje... Gaan we aan de andere kant doen. En ik heb het... Dit heb ik trouwens... Die takjes heb ik ook weer uit dit papier gehaald trouwens. Dat was ik nog vergeten bij te zeggen. Zodat je ook wat verschillende kleurtjes krijgt. Ik heb bijvoorbeeld wel in het midden uitgestanst en wel aan de zijkant. Zodat je wat donkere en wat lichtere kleurtjes ervan krijgt. Vind ik eigenlijk wel heel leuk. En, oh. Even kijken, hier nog een bloemetjes. En ik had ook nog een kleinere gemaakt. Dus hoe noem je dat?
De grootste formaat, zeg maar, uit die, van die bloemen heb ik dan weggelaten, zodat je dus ook een kleiner bloemetje hebt. Kijk, zo kun je het verschil wel zien, hè? En ik heb overal die pareltjes weer ingeplakt, zoals ik net liet zien. En dan gaan we hier een klein bloementoefje maken. Ik had echt zoiets van, nou, ik krijg het uur niet vol. Ik heb zoveel voorbereid, maar toch wel zie ik wel. Want ik heb nog meer dingetjes. De binnenkant van dit kaartje wil ik ook nog gaan bewerken. Maar zo zie je maar dat je toch wel eventjes zoet bent, hè, met een kaartje in elkaar zetten. Zal ik nog een takje erbij doen? Misschien wel leuk. Ja, dat is wel heel leuk. Nog een takje erbij. Ja, dus echt, hè, Sabine. Een uur is zo voorbij. Vind ik ook. En dan hier nog een. Even kijken. Nou, het heel. Oh, wat doe ik nou? Deze kwam er mee af. Oké, is ook goed. Dan nog maar een extra lijmdotje erop. Die andere blijft ook nog niet helemaal goed zitten zoals ik wil, zie ik. Even wat aanduwen. Kijk, en zo heb je een schattig bloementoefje, vind ik. En hier kan ik ook nog bijvoorbeeld alleen dit stukje gebruiken. Voor de onderkant nog bij te plakken. Je hoeft niet heel die takjes te gebruiken. Je kunt er ook gewoon stukjes van doen, hè. En dan doe ik er eventjes hier nog erbij. Kijk, schattig toch? Dan doen we het opnieuw erin steken. Nou, lief toch, hè? Wordt dan wat, toch? Zo gaat het er al uitzien. Nou, dankjewel. Even kijken, maar we zijn er nog niet. Want hier wil ik trouwens ook nog. Ik denk dat dat ook wel leuk is. Even kijken hoor. Nog gewoon met de lichten, denk ik maar. Hè? Ja, nog wat steentjes op plakken. En voor de binnenkant heb ik ook nog een ideetje van dat kleine kaartje. Daar heb ik ook al klaar liggen. Als ik daar nou eens een steentje op doe. Denk ik hoor. Of een maat kleiner. Zomaar een gedachte die ik erbij heb. Ja, ik moet een maatje kleiner pakken. Zie ik al wel. Die gaat er terug af. Even kijken, ben ik nog in beeld? Ja, ik ben nog in beeld. Nou, dankjewel. Mooi kaartje, nou, vind ik leuk te horen. Nou, dus je kan zo, zeg maar, ook nog een, de pareltjes erbij opplakken. Is dat ook wel leuk, hè, al die pareltjes zo. Doe ik dat goed? Ja, doe ik goed. Even nadenken. Ik ben echt zo uit mijn comfortzone de laatste tijd aan het gaan met dit kaartje. Maar het is wel heel leuk om te doen. Kijk zo. En dan moet daar ook nog een, hè. En daar niet. Oh, moet ik wel eventjes gelijk plakken met de rest. Dat is ook wel handig. Zoiets. En dat. En voor de binnenkant had ik ook nog iets leuks. Die standset. Want ja, het is wel leuk om daar iets in te schrijven ook, hè. Of een kantje. Ja, dat zou ook kunnen. Daar had ik inderdaad ook in mijn hoofd. Om hier inderdaad, dan kan je ook nog een heel leuk kantje plakken. Ook een heel goed idee. Ja. Maar ik heb nu dus gekozen voor pareltjes. Ik heb hier dus nog de stans. Dat memo blokje.
heb ik ook nog uitgestanst van de JMA-W-SCD203 uit die standset. Want je wilt natuurlijk ook nog een leuke, ja, een verjaardagswens of wat dan ook inschrijven. En een paperclipje heb ik erbij uitgestanst. Is wel leuk. En de randjes heb ik ook weer met deze kleur Distress Ink bewerkt. En het papier is een andere kleur. Die vond ik er wel heel mooi bij staan. Even kijken, moet ik hem even opzoeken. Dus ik had een lake kleur, had ik. En daar heb ik dus bij gedaan de kleur. Nee, niet. Even kijken, waar zit die? Even zoeken hoor. Speak. Deze. De ja, hoe noem je dat? Iguana. Iguana heb ik erbij gedaan. Nummertje 64. Die twee samen vond ik wel heel mooi matchen. Dus dat heb ik gedaan. En dan wilde ik deze dus hierop plakken. Met een paperclipje erbij. Dus even kijken. Deze neem ik maar. Even een paperclipje. Oh, de dop is er nog af. Paperclipje. Oh, nou doe ik hem verkeerd. Nou, weet je, dan pak ik maar de andere. Ik heb er iets te veel lijm aan gedaan. Dus even kijken, hoe doen we dat? Zo, hè? Of zo, zoiets. En dan moet ik daar lijm doen. En ik moet daar. Ik had alle twee aan de voorkant gedaan. Dat is niet handig, hè? Of je kan het natuurlijk uit dat andere doen. Dan ga ik misschien weer de mist in. Ja. Ach, waar ben ik nou toch aan het klooien? Ik ben even aan het klooien, zie je dat? Hoe noemen ze dat? Nou. Nou, maakt niet uit. Hij zit vast. Heel klein beetje lijm hieronder nog. Zo. Ja. En dan had ik hier ook nog een stempeltje erop bedacht. Een heel klein beetje erbij opstempelen met de tekststempeltje. Dat vond ik wel zo leuk. Met de scriptstempeltje bedoel ik. En de VersaFine Clear zwarte. En dat is de JMA-W-S stamp 211. En die wilde ik even kijken. Hier stempelen. En de vlinder wil ik er dan zo half op plakken. Dat vind ik zo leuk. Alleen in het midden doe ik er wel een beetje lijm, zodat de vleugeltjes mooi omhoog kunnen staan. Zo, en dan wou ik er zo op plakken. Nou, dan kun je niet te veel meer op doen, want het moet nog wel natuurlijk in je erin passen, hè? Dus daar kun je niet al te veel meer voor doen. Dan had ik het doekje nou. Ja, het doekje had ik hier. Nou, dat was het denk ik wel. Ja, zo had ik het. En die schuiven we hierin, dus daar kun je nog iets leuks op schrijven. Nou, je kunt het natuurlijk hier ook nog versieren als je wilt. Dat heb ik nu eventjes niet voor gekozen. Maar je kunt er bijvoorbeeld nog een vlindertje op plakken. Andere leuke dingetjes. De bloemetjes kan je er bijvoorbeeld nog helemaal plat op doen. Gewoon losse bloemetjes. Ja, ik kan van alles nog verzinnen, toch? Maar dit was het voor vanavond. Dit was het voorbeeld voor nu. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ja, wat aan gehad hebben aan mijn lijf. Dus, nou, dit was het wel zo weer. Nou, mochten jullie het ook leuk vinden om zoiets te maken. Nou, dat zou ik heel tof vinden als jullie dat natuurlijk laten zien in onze ja, Facebookgroep bij JMA.
Ik zou zeggen, nog een hele... Ja, en ik wil ook nog eventjes zeggen dat ik dus de foto's op mijn YouTube-kanaal van de plaatjes die ik hier in de groep al liet zien, heb ik foto's van gemaakt. Die zet ik voorin in de film op mijn YouTube-kanaal erbij in, zodat jullie dat ook daar weer terug kunnen zien. En ik maak er een eigen blogpost van met de omschrijving, zodat jullie het daar ook nog terug kunnen vinden. Verder wens ik jullie een hele fijne avond. En een alvast een fijn weekend. En met degene die nog naar de beurs gaan, een hele fijne beursdag nog. Voor morgen of voor de zaterdag. Fijne avond. Doei doei.